mensen van YouTubers en welkom bij Asterix Craft. En we gaan vandaag onze laatste attracties doen. En daarmee beginnen we met een soort monorail. Die rijdt niet altijd op dezelfde hoogte, die gaat zo af en toe een beetje omhoog en een beetje omlaag. Oké, mensen. Dat is wel een raar karretje. Dus vandaag doen we nog Pegasus Express, dat vliegend tapijt, de polyp. Tonnerre de Zeus, Discoblix en dan die toren daar op het einde van het park. Ik wil wel eens gaan kijken wat dat is, want ik ken die attractie niet, als het een attractie is. Ja, monorail met hoogtes, dat is ook iets dat je niet vaak ziet. Ja, het is niet zo een als die van de Efteling, die slak. Ja, eigenlijk, alle attracties zijn zo'n beetje open hier in het park, hè. Behalve de bootjesvaart die hier links van ons is niet open. Maar voor de rest. Ja, en verder is er ook nog een dolfijnenshow in het park in Ticht. Maar of dat op Minecraft werkt, zal op zich wel kunnen, want ja, 1.16 hebben dolfijnen dus. Hè. Maar ja, het kan ook zijn dat hij is afgeschaft, want in real life gaat Paragastrix stoppen met de dolfijnenshow. Dus, ja, ik ben deze server wel een beetje dankbaar, aangezien ik nu het park wel zo'n beetje ken. Dus dat is handig voor in Ticht. Een plek van dat je altijd op de kaart moet kijken. Okay, hier hebben we nog een paar kinderattracties, die gaan we niet doen. We hebben hier een mini freefall, een paar glijbanen. Klimrek. Daar hebben we die mini boomstammetjes voor baby's. Met een drop van een halve meter of zo. Is er eigenlijk een Walibi in Frankrijk? Een Walibi in Frankrijk? Huh? Ja, die zijn er, twee zijn er. Voilà, dan moeten we ook eens treffen. Die zijn ver weg, zijn hem. No trail parking. Die zijn niet zo goed als België en Holland, hè, maar. Je hebt Walibi Rhône, je hebt Walibi Zuidoost. Allee. Maar Walibi Zuidoost noemt tegenwoordig Welligator Zuidoost. Oké, mensen, dan gaan we nu naar de Pegasus Express. Dit is de nieuwe startboom van het park. Uit 2017 komt deze. En deze is... Ah nee, is het gang. Hier nou. Dit is een Gerslauwe familieachtbaan, een beetje gelijk als Wakala in Bellewaerde. Ik denk dat het exact hetzelfde type is. Alleen is deze wel wat uitgebreider. Het is eigenlijk ook een gelanceerde achtbaan, want we worden hier gewoon rechtdoor gelanceerd. Kan je naast je zitten? Het is geen heftige lancering, het is gewoon rustig. Het blijft een familieachtbaan. Dat wil ik merken. Zou je audio op? Ja. Je ziet er wel fijn achtbaan uit. We beginnen direct met een kleine lancering. Klein beetje achtbaan en dan ging de rem alweer af en dan gaan we met een takel terug naar boven. Ah, hier is ook de opslag. O ja, echt een kettinglift gemaakt. Hè. Dat is dezelfde bouwer als Fury zeker? Ja. Mensen, Johannes begint er ook iets van te kennen. Hey. En we gaan gaas geven. Heeft hij geen inversies? Nee. Het is een familieachtbaan. Ah. Zou je moeder die nog doen? Ik denk het wel. Ik ben bijna niet, hè. Hier gaan we weer door zo'n reclamebord, dat vind ik niet echt schoon, maar ja. Ja, hier even ons lichte parking. Ah ja. Welk ding? Hier worden we terug. Ja, en hier gaan we subiet achterwaarts terug gelanceerd worden. Hier krijgen, ja, dat is iets speciaals. Hier krijgen we een kleine scène. Medusa. Ja, ik weet niet wie hem kent, zie dat beeld hier voor ons, die gaat kwaad worden. En dan worden we terug achteruit gelanceerd. Quite a devil air. Oh, dat ziet er niet goed uit, rappig hier.
Ziet er wel cool uit, jongen. Ja. Wat is dat gedaan? Ja, ja. Hopla. Die Wakala die heeft geen achtbaandeel waar ik achteruit ga. Okay, nu is het nog een klein stukje aan Ginder waar we definitief afgeruimd en dan gaan we terug naar het station. Dus er kan maar één trein of twee treinen? Je kunt twee treinen op. Ah. Ook, je ziet allemaal bochten. Hier worden we geremd. Ja, ik weet niet hoe het duur is, maar... Hoeveel treinen kunnen er op Konda? Twee. Je dan hier gaat in het echte verplaatste track, waardoor we nu naar links gaan. Ja. Oh, ja. Ook iets wat Wakala heeft. Maar je hebt twee maar, en dat duurt zo lang niet, rit. Mm-hmm. Ja, dat is niet moeilijk dat we twee uur moeten aanschuiven dan. Ja, maar Walibi en capaciteit, dat is niet echt... Ja, gelukkig dat wij kunnen voortrekken als special guest. Ja, ik twijfel er toch aan. Ik denk eigenlijk wel niet dat er drie treinen op Konda passen zijn. Kunnen gaan we nu... Ja, moet die trein op... Kunnen gaan we nu de... Ja, het vliegend tapijt doen. Wij zaten thuis, zeer doen aan uw klokkenspel. Moet op die... Nou. Dat denk ik in deze, dat denk ik zeer. Want de kennis zijn wel dat heftige dan op het park. Ja. Ja. Oké, die bukt wel een beetje. Deze is wel bekender dan. Ik heb wel meer volk in dan in die van Walibi waarschijnlijk. Ja. Maar het is wel eens tof om erin te zetten, mensen. Ja, vooral om naar de medewerker te loeren. Woehoe! Mensen, geen wijsjes. Die zal er dit keer niet staan, zo denk ik. Prachtig. Waarom zou ik eens goed binnenzweren? Binnenzweren, ga. Bam. Dit was weer de rit van Lambada. En we raken er weer niet uit. Ah nee, wacht. Ah ja, wacht. Eerst de polyp nog. Wat moet erop gaan, mensen? Ja, deze is een polyp van Hus. Dat zie je niet dikwijls. Meestal zijn polyps gebouwd door een Schwarzkopf of een Gerstlauer, maar deze is van Hus. Ja, dan is dat wel... Allee, ik ken goed toch, afgewerkt. Ik ken toch geen andere polyp die gebouwd is door Hus. Ja, die blauwe dingen hier in het midden, dat zijn zo van die blauwe... meer koppige draken. Ja, dat is mooi. Want sommigen hebben ook geen midden niks staan, een kaal ding. Vooral op kermissen, lelijk. Ja, die van Slagaren is tegenwoordig wel mooi. Die van Plopsaco was mooi, maar die staat er niet meer. Ja, ik verwacht wel, dit is Hus, dus ik verwacht wel dat deze wel redelijk sterk draait. Ik heb die graag kleren, jongen. Doe die graag kleren aan. Ja, dat merken we, want jij trekt altijd de broek af. Ik probeer aan het ook, maar ik heb het niet in beeld gebracht, gelukkig. Bon, dan gaan we nu naar de Disco Blix. Naar de kaart, ik ben er daar straks al eens naartoe gelopen en hij ziet er echt nice uit, man. Die track is voor modellen gemaakt. Oei, hoor. Wat doen we nu eens? De Disc Oblix. Allee. Deze is heel mooi afgewerkt. En zo ginder op het einde komt er vuur omhoog. Dan daar zijn er splash effecten. Die van Plopsland is ook heel schoon, maar die van Movie Park die is echt lelijk. Vandaar is dat ze die tracks hebben gemaakt. Volgens mij hebben ze hier dezelfde misère als wij. Ja. De grote modellen is bug. Oké, ja. En dan hier komen er af en toe splash effecten, misschien nu. Ja, nee. En dan hierboven zal vuur moeten komen. En voilà, joeps. En dan die toren daar van achter, ja. Ik weet echt niet wat dat is.
Ja, de onzin is sowieso plezanter omdat daar onright muziek bij is. Ja. En je had hem ook zien. Woehoe, ander is slet. Zit hij eigenlijk vast in die top right? Hoe vast, ja. Heeft hij een beugel? Bij deze krijg je een beugel in de rug gedaafd. Ai, ai, ai. Dat is iets dat ik niet wil treffen, denk ik. Mijn rug is al aan de kanker. Ja. Mensen, je zult er wel langs krijgen. Kan geregeld worden. Zien een schele rug, hè. Bam, mensen! Oké, dan nu de laatste attractie, heb ik de indruk. En hier staat zo'n standbeeld van Zeus. En dan zit er zo'n grappig effect. Je gaat zo onder tussen die beide deuren en dan zie je dat die zo'n gay onderbroek aan heeft. Wat? Zo'n onderbroek met rode stippen. Amai, dat is dat jij zo ook nog wil dragen. Ja, dat is wat jij op je kop draagt. Waar wil je ze van langs krijgen? Dat is front row, mensen. In deze station is er afgelopen zomer, of was het iets langer geleden, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hier is een vechtpartij geweest. Ja. Er zijn, ja, dus een hele verdeler. Er zijn een paar bezoekers geweest die, ja, fucked op in hun kop waren. Die hebben een paar medewerkers in elkaar geslagen. Oké, deze achtbaan is gebouwd door Custom Coaster International. Is waar u. Maar het is wel een van de langste houtachtbanen van Europa. Ik denk de op 2 na langste. Dus Colossos in Heidepark is nog langer en dan was er nog een die nog wel langer was. En daarna komt een deze, denk ik. En is dat een goeie? Is die ruw, ja? Ja, ruw, maar het is wel een intense baan. Dat is ook een goede reden om eens naar Frankrijk te rijden. Ja. En bij deze heb ik eens, ja, horen zeggen dat ze de deze ook willen vervangen voor een RMC. Ook dezelfde layout behouden. Maar daar dan een stalen rails op leggen. Waarom toch, mensen? Ja, eigenlijk wil ik het niet echt. Ik heb niet gehoord dat ze attracties vervangen. Oké, okay, first drop en die is hard. Ja, die ziet er wel stijl uit, hè. Het ziet er net een broeder uit. Dit gaan we eens naar daar zien, hè? Want die toren, ik ben echt curieus wat dat is. Hey, rechts van ons ligt denk ik het vakantiepark of het hotel van het park, ik weet niet. Ja, dat is net wel in ons park, het is ook een hotel aan de achterkant. Ja, dat is volgens mij een hotel dus. Hier heel lange helix. Uh-huh. Dan gaan we weer helemaal terug. Die gaan wel rapper steeds. Ja, rap ging in 90 per uur ging maximaal. Of 87 of zo. Roemt hij hem? Tonnerre de Zeus. Jack de dag, jongen. Ja, Paragastrix. Ton met twee N'en, Eure, de Zeus. Ah, ja, oh, de Zeus. 84 per uur. Hoogte 30 meter. Geopend in 1997. Mm-hmm. Moet er 1 meter 30 voor zijn, amai. Oké. Dan gaan we nu eens naar die toren zien. Nee, dit is echt een attractie. Precies een parachute-toren ofzo. Dat moeten we ook nog doen, mensen. Even gezien. Dat wel de grootste video wordt. Ja, voilà. Volgens mij is het eerder een uitkijktoren. Waar je er niks van wist. Op de stoel, jongen! Ik ken deze attractie niet. Lot me erin. Normaal, man. Oh. Ik denk dat het geen valtoren is. Ik denk dat we gewoon naar boven gaan. Dit is precies een eettafel. Je kunt eten precies. Ah, dat is goed, want ik fret graag in pretparken. Kunnen zo fretten tegelijkertijd. Maar deze attractie kende ik dus niet. Hoe gaat dat dan? Oh.
Zo, we hebben het hele park zo'n beetje gezien. Enkel die bootjestocht die is nog niet open. Dus als die open is, dan zullen we die als enige attractie nog even opnemen. En nou, hopelijk kunnen we rap eens een keer deze bezoek hervatten, maar dan in het echt. Je 35 meter hoge bar. Een bar, het is ook echt een bar. Ja, die zit hier op looping staat. Wat zit die blok hier te zwuiven? Ja, dat is wel nice zo. Zo'n uitkijktoren en een bar in één. Ik weet ook niet, is deze een nieuwe attractie? Of, 2018. Ah, dan is deze de nieuwste attractie, niet Pegasus Express. Maar goed mensen, de video is denk ik al lang genoeg bezig. We gaan hier ons bezoek eindigen. Het rit duurt 10 minuten ongeveer, zeggen ze. Voilà. Dit noemt een aerobar. Aerobar, dat is denk ik ook iets uniek mensen. Door Aerofil, dat is een Franse firma. En die heeft ook de luchtballon Panorama Magic in Disneyland gebouwd. Oké, dit was Paragastrix voor deze keer, dus like en abonneer als je het plezant vond. En ja, dan zien we je bij die bootjesvaart in de volgende video. En dat zal wel ook de laatste video zijn, want voor de rest... Ja, wordt er niks gebouwd, zolang het echte park niks bouwt. Hè? Dus tot de volgende video en ciao. Au revoir!